voor zo'n spektakelstuk als de 100 meter. Zij was al eens de beste van Europa, net als Schippers natuurlijk. In 2012 Ivette Lalova, in 2014 Daphne Schippers. Dat was het moment waarop zij zich heel nadrukkelijk realiseerde. Ik ben geweldig snel op die 100 en die 200 meter, toen in Zürich. Ik zal toch een keer een keuze moeten maken. Want en de zevenkamp en de sprint gaat niet meer. De rest van het verhaal is bekend. Vorig jaar wereldkampioen geworden op de 200 meter. En vanaf dat moment ja, is eigenlijk alles veranderd in haar leven. En nu moet deze race leiden tot weer goud. En dan dus de opmaat naar de Olympische Spelen. Want dat is het hoofddoel voor Daphne Schippers. Zij heeft baan 7. 8 banen gevuld. Vanaf baan 2 tot en met baan 9. De speaker doet nog zijn best om het publiek nog even 1 keer bewust te maken van deze bijzondere finale over 100 meter. Omdat daar deze vrouw in staat, Daphne Schippers. Pogrebniak uit Oekraïne in 2, eindelijk dan in de finale. Florian Knafua liep sterk in de halve finale. Baan 3. Dan de Zwitserse Mujinga Kambunji. Had een sterke finish in de halve eindstrijd. Nu loopt zij in baan 4. 2 jaar geleden genoot zij van het enthousiasme in eigen land, in Zürich. Toen het kampioenschap daar werd gehouden. Destijds zat zij in die gouden race van Schippers. Henry, een vrolijke, enthousiaste topsprinter uit Groot-Brittannië. Baan 5. De belangrijkste concurrenten voor Schippers. Lalova kan er natuurlijk ook wat van. De Bulgaarse. In 6. En dan is daar weer die onderdrukte lach bij Daphne Schippers. Hier leeft ze echt naartoe. En die lach is ietsje breder, is ietsje ruimer. Hoor, het publiek. Ja, dit is ongekend voor de Nederlandse atletiek. Schippers is er helemaal klaar voor. Tatjana Pinto ook. De focus gericht op de finishlijn. Kan zij een medaille opeisen voor Duitsland? En de tweede Britse atlete in deze finale over 100 meter zit in baan 9. Esha Philip. Normaal gaat de aandacht altijd uit naar de mannen in de sprint. Nu gaat de aandacht uit naar de vrouwen. Door toedoen van dit fenomeen. Uit Utrecht. Daphne Schippers van 15 juni 1992. Ze wil iets speciaals laten zien. 10:96 in de halve finale. Henry loopt als eerste naar het blok. Schippers neemt al plaats. De anderen nu ook. En het wordt weer stil in het Olympisch Stadion. Een paar kreten nog. Nu de absolute rust. De titelverdedigster, Daphne Schippers. Is weg vanuit baan 7. Lalova had een goede start. En dan komt Schippers. En dan gaat ze. En daar blessure bij de Britsen. En Schippers gaat glorieus naar 10:91. Schitterend wat ze hier laat zien. Bij een lichte tegenwind van 0,2 meter per seconde. En Lalova die weet niet hoe snel ze Daphne Schippers moet omhelzen. En ja, iedereen lijkt hier blij. En dit is dan het moment voor Nederland. Hier moest het gebeuren op dit onderdeel en eigenlijk wist iedereen toch wel, ja, het kan niet misgaan. Maar ja, je moet het maar blijven doen natuurlijk. Daphne Schippers, 10:90 Europees kampioene bij totaal geen sprintweer. Ja, eigenlijk houdt het niet op qua superlatieven. Dit is zo'n geweldige toploopster. Op de 100 en 200 meter en dit moet dan ja, gaan leiden naar die climax over 5 weken bij de Spelen van Rio.
daar waar ze uitkomt op deze discipline, maar haar echte specialiteit de 200 meter. Daarop is ze immers wereldkampioene. Nu met het rood, wit en blauw om haar schouders. Lalova dolgelukkig met zilver 11.20 en Mujinga Kambunji 11.25. En daar was die blessure van deze Britse atlete met wie ze veel samen getraind heeft. Desiree Henry. Halverwege de race presseert zij zich. Die grote concurrenten, of de concurrenten, de enige beetje concurrenten van Daphne Schippers. En hier, die laatste krachtige passen. Zo vloeiend. Het ziet er zo goed uit. Technisch is zij ook een geweldige sprinter geworden. Die ontspanning houdt ze tot de finishlijn. Daar waar Lalova ook een geweldige sprinter helemaal bijt, bijt en bijt. Maar wel beslag legt op het zilver. En drie tiende van een seconde toegeeft in deze finale. Dat is een gigantisch verschil. Kambunji, mooi resultaat voor de Zwitserse.